Bij een doorlichting van de Antwerpse rechtbank in mei en juni spraken 57 rechters en onderzoeksrechters met de Hoge Raad van Justitie. De audit kwam er na klachten bij de rechtbank, die het gevolg waren van een gespannen werksfeer. Het voorlopige verslag van de Hoge Raad oordeelt dat de communicatie van de voorzitter Jacques Malieu conflicten in de hand werkt, eerder dan ze op te lossen. Volgens de Hoge Raad is een coaching op dat vlak aangewezen. Het voorlopige rapport was enkel bedoeld voor de rechters die meewerkten aan de audit, maar lekte uit. De Hoge Raad betreurt dat, maar werkt nu voort aan een definitief verslag met aanbevelingen voor verbetering. Jacques Mayeu zelf kan niet reageren tot dat definitieve oordeel klaar is, omdat hij anders een beroepsfout zou maken. Na het conflict tussen procureur generaal Yves Liégeois en procureur Herman Dams. en Na de Diamantoorlog komt het Antwerpse gerecht hiermee opnieuw in opspraak.